Op 12 oktober is door de president en de vicepresident van de Republiek Suriname, de heer Desiree Delano Boutersen en de heer Ashwin Adin, de eerste steenlegging gedaan voor de Helena Village. Dit in samenwerking met P&D Real Estate. U mag gaan kijken naar de eerste steenlegging. Onze regering, mijn mensen, onder leiding van de president Desiree Delano Boutersen, heeft altijd aangegeven dat de ontwikkeling van ons land ten dienste moet staan van deze samenleving. Vandaar dat vanaf augustus 2010, toen onze president de leiding overnam, direct wederom is gestart met het huizenbouwproject. En in 2012 de aanname van de wet huisvestingsplan van 28 november 2012. Ook de verschillende financiële instrumenten die onze regering beschikbaar heeft gesteld, zoals de 5%, 7% en andere leningsvormen met of zonder eigen inbreng, is een welkome verlichting voor de woningzoekenden. Sinds de regering Boutersen 1 behoort huisvesting tot een van de top beleidsprioriteiten. Allerlei manieren en methodes worden bekeken en uitgewerkt om deze beleidsprioriteit te realiseren. Zelfs in moeilijke tijden is er hieraan gedacht en zijn er projecten uitgevoerd. Adequate huisvesting, vooral voor jonge, startende gezinnen, is van eminent belang. Het motto van de regering, een huis voor elk gezin, heeft zelfs in de achter ons liggende moeilijke tijden stand gehouden. Har ek pariwaar ke liye ek ghar. Al die wegen, allemaal waar ik les heb gegeven, ik zie een nieuwe school hier. Je ziet huizen komen. Als je na bijna 38 jaar, na 20 jaar, na 2005 gewerkt hier tot en met 2013. Na 5 jaar als je terug bent, zie je zoveel in 8 jaar dat je 20 jaar niet gezien hebt. En dat doet bijzonder veel goed. Ook werkgelegenheid, want we zien bouwwerken. Als er bouw is, dan is er werkgelegenheid. Dat doet ook bijzonder goed. Je moet stellen die impact aan die mensen, want als ik ga nog steeds langs. Bij de oude mensen die naar de Sjaak zijn gegaan, die kleine kinderen nu 25 jaar zijn, die we les hebben gegeven toen ze 8 waren. En die kijken heel anders, het is geen boytie meer. Het is stad geworden bijna. Dus het is bijzonder goed om jullie hier te hebben, want we weten wie de driver is achter dit alles. We hebben hier een meneer die ook denkt, bouw, we moeten iets doen voor die mensen. Waarom we dat doen, en dat is precies de reden waarom hij heel veel aanspreekt. Hij is precies als die Aja van me. Dan ga ik terug, die snelheid. Als je ziet die snelheid waarmee je oplevert, de huizen, de kwaliteit waarmee je doet, kwam echt dicht bij het hart. En ik dacht terug, daarom toen ik kwam aan die Aja van me, zei, we moeten snel gaan. We moeten die mensen helpen, die mensen wachten. En we kunnen ze niet lang laten wachten. Er zijn een aantal entrepreneurs, er zijn een aantal business people, die welke natuurlijk binnen hun operatiegebied goed luisteren naar wat de regering zegt en kijken hoe zij samen met de regering kunnen inspelen op het beleid welke is uitgestippeld. En het is heel erg prettig omdat wij geruime tijd een sociaal akkoord hebben gesloten met het Surinaams volk. We hebben daarbij als een van de hoge prioriteiten gesteld dat een dak boven hun hoofd, elk gezin een woning, een heel erg belangrijke droom is.
We hebben pogingen gewaagd. We hebben successen gehad. En we hebben natuurlijk ook fouten gemaakt. De regering heeft op basis van die fouten toch wel wat tijd genomen om een evaluatie te plegen. En de regering heeft gezegd, ik denk dat wij jongens niet zelf moeten bouwen, maar dat wij de faciliteiten en de randvoorwaarden moeten scheppen, waardoor in samenwerking met onze mensen van het bedrijfsleven, welke veel efficiënter, effectiever is dan wanneer wij hebben gebouwd, in acht nemende de fouten die wij toen zelf gemaakt hebben, om bij de nieuwe projecten die fouten niet te maken. Maar terwijl we nu 17 maanden voor de verkiezingen zitten, 17 maanden ongeveer voor de verkiezingen, en wij er alles aan doen om de speerpunten van het beleid recht overeind te houden en er alles aan te doen, vooral wanneer je als land uit een crisis komt, thank to God, uit een crisis komt, om dan op spoor te blijven, zodat je de volgende gehalte kunt halen, de volgende gehalte haalt, om dan door te kunnen gaan. Daarom is het goed dat er regelmatig verkiezingen worden gehouden. Ik ben heel blij met de toespraken van ieder, maar in het bijzonder de toespraak van de heer Amsat, omdat hij heel belangrijke indicatoren heeft aangegeven. En terwijl we hier mee bezig zijn, waarschijnlijk omdat we naar de volgende ronde gaan, zien wij dat er hoop destabiliserende activiteiten worden gepleegd. Dus als ik op wat voor reden dan ook naar Cuba moet gaan, gelooft u me, dan zullen we via de geëigende kanalen u elk wel informeren dat ik in Cuba ben. Wat is het probleem? En als ik op stelling sprong naar God knows wherever, we laten u informeren. Noem ik smak op Bruno, want dan ben je dagen bezig. We hebben geen tijd om tijd te verliezen, zou oom Jules zeggen. Laten we ons niet laten afleiden. Men probeert weer spanningen, tensie in het geheel te brengen. Ik heb weer gehoord van een bepaalde politieke partij die bijna niet meer bestaat, was aan het vergaderen. Er was kogelinslag. Ja, dat is charre. In elk geval, er wordt constant gedestabiliseerd. We hebben altijd, maar in het bijzonder na 80, op een speciale wijze zijn wij gaan houden van dit land. En we weten dat dit het beste land van de wereld is, het mooiste land. En dat land is van ons allemaal. Dat land is van ons allemaal. Ik ben hier gekomen om u gerust te stellen dat wanneer u denkt dat mensen denken dat een deel van het land van hun alleen is, u kunt rustig op deze regering rekenen. Dit land is van ons allemaal. En u kunt op rekenen dat wij deze vlag, Afragadisi, dat is de vlag van Suriname. En als u nog een vlag ziet, het is een vraag, Suriname heeft maar één vlag. U moet gewoon weten dat er bepaalde zaken nu eenmaal zo zijn in de kosmos. Er is één zon daar op, naar Asson Fugado, naar Asson Seiji Libi. En van die op is je toezoom. Waarom de vals? Waarom de vals vallen? Dus mensen, de regering houdt vast aan haar sociaal contract. Laten we de mensen die vandaag voor de televisie zitten weer hoop krijgen en zeggen inderdaad, als wij zo doorgaan, yes, thank God, then you can do the job.
augustus 2019 worden deze 200 woningen opgeleverd. U heeft het gehoord van de president van de Republiek Suriname. We can do the job.